Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering in de reeks Klimaatles in Noordus. Mijn naam is Laura en we hebben het vorige week gehad over hoe bodembedekkers in de tropen er alles aan doen om aan zonlicht te komen. Vandaag gaan we het hebben over de interacties en dynamieken tussen planten en andere organismen in de tropen. Hey Sven, ben je ook hier? Hoi Laura, ja, ik verzorg ook de tropische planten. Wat leuk. En heb je hier nog iets om te laten zien? Ja, toevallig wel. We staan hier bij een best bijzondere plant, dat is de Psychotria punctata. Dan moet je even naar de onderste blaadjes kijken. Ja, het is best wel zacht en behaard en er zitten een soort zwarte puntjes aan de onderkant van het blad. Ja, klopt. Die zwarte puntjes, die noemen we nodules en het zijn eigenlijk een soort van holtes die in de bladeren zitten. En in die holtes, daar leven dus een heleboel bacteriekolonies. En die bacterie die vind je eigenlijk nergens anders. Die vindt ze alleen maar in deze plant. Dus die plant en die bacterie die zijn echt afhankelijk van elkaar. En als organismen zo'n hechte band hebben en eigenlijk altijd samenleven, dan noemen we dat symbiose. Oké, dus in die zwarte puntjes zit eigenlijk een heleboel leven. Maar wat doen die bacteriën dan voor de plant? Ja, dat is een goede vraag. We weten al best wel lang dat die bacteriën in die plant leven. Sinds 1900 ongeveer. Het gekke is dat als je die plant aan het opkweken bent en hij heeft die bacterie niet in zijn blaadjes, dan maakt hij eigenlijk maar 2 à 3 blaadjes als hij opkomt uit zaad en daarna sterft hij af. Dus die plant die heeft echt wel die bacterie nodig. En wat die bacterie nou precies doet, vrij recentelijk is daar onderzoek naar gedaan. En daar kwam men erachter dat die bacterie een heleboel stofjes aanmaakt in die holtes, die ervoor zorgen, of die eigenlijk heel vies zijn voor insecten. Dus het idee nu is dat het eigenlijk insectenvraat tegengaat. En dat de plant daar eigenlijk baat bij heeft. En die bacterie die heeft er baat bij omdat hij eigenlijk een leuk plekje heeft om te leven waar hij niet zo snel wordt opgegeten. Wow, best een ingewikkeld verhaal dus. Maar als die bacterie nergens anders ter wereld voorkomt, hoe komt hij dan in de plant terecht? Als deze plant zaadjes aanmaakt, dan maakt hij eigenlijk een paar schutblaadjes om de bloem heen. En daar gooit hij eigenlijk een heleboel slijm in. En in dat slijm kunnen die bacteriën dus eigenlijk vrij bewegen vanuit de plant. En op het moment dat hij de zaad maakt, dan zijn die bacteriën al in de omgeving van het zaad. Dan kunnen die meeliften met het zaad. Dus op het moment dat zo'n zaadje rijp is en op de grond valt, dan heeft die bacterie eigenlijk al meegekregen van de moederplant. En op het moment dat hij uitkomt, dan heeft die bacterie meteen al en kan hij goed groeien. Wat bijzonder. Ik had nog nooit gehoord van een symbiose tussen planten en bacteriën. Ja, het is eigenlijk heel bijzonder en je ziet het eigenlijk helemaal niet zo vaak. Ik heb hier nog een voorbeeld van symbiose en in dit geval van plant en dier. Dit is een lid van de koffiefamilie, de mierenplant. En die komt voor als epifiet hoog in de bomen van Zuidoost-Azië. Het lijkt wel alsof van deze plant een stuk is afgeschaafd. Ja, klopt. Dat hebben we expres gedaan. Zo kun je eigenlijk de binnenkant van de plant zien en is het eigenlijk een soort van dwarsdoorsnede. En je zei dat dit een mierenplant was. Zijn die holtes dan een soort van bedoeld voor mieren om in te wonen? Want het lijkt wel een beetje op een mierenhoop. Ja, de plant die maakt dus die holletjes aan voor de mieren om in te leven. En hij maakt zelfs speciale holletjes waar de mieren dan hun afval in kunnen gooien. Zo heeft de mier een fijn huisje boven in de boomtoppen gevonden, waar die lekker kan leven. Oké, dus het is duidelijk wat de plant voor de mier doet, maar wat doet de mier dan voor de plant? Want de symbiose gaat er 2 kanten op, toch? Ja, de mieren die willen dus niet dat hun huisje wordt opgegeten. Dus op het moment dat je zo'n plant aanraakt, of als het dier blaadjes hiervan op zou eten, dan komen eigenlijk alle mieren met z'n allen naar buiten om de belager aan te vallen. En zo geniet de plant eigenlijk van bescherming tegen vraat. En daarnaast, in die afvalholtes die de mieren gebruiken, daar zitten een heleboel speciale kleine worteltjes die voeding op kunnen nemen van het afval eigenlijk. En zo kan de plant beter groeien, want dan heeft die voedingsstof hoog in de boomtoppen. En dat is heel handig als je wortels dus niet in de grond zitten. Dus dit is eigenlijk een perfect voorbeeld van co-evolutie, want zowel de mier als de plant hebben er wat aan. Wat een mooi systeem. Ja, ik kan me ook echt voorstellen dat dit voor beide soorten de overlevingskans heel erg vergroot in de jungle. De mier en de plant die hebben dus echt een hele echte band waar ze allebei voordeel bij hebben. Ze zijn eigenlijk steeds afhankelijker van elkaar geworden. Dus dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld. We zijn hier nu in de kweekkast van de vlinders. Kweken jullie hier dan alle vlinders die uiteindelijk daar in de vlinderkast terechtkomen? Ja, we zijn elke dag bezig om de eitjes die uit de vlinderkast komen hier op te kweken tot rupsen en dan tot vlinders. En met die rupsen, daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. We hebben hier in de hortus meerdere soorten vlinders. En elke vlinder en zijn rups die heeft eigenlijk
maar één specifieke plant die ze het liefst eten en dat noemen we de waardplant. En in het geval van de zebravlinder is dat de Passiflora biflora. Maar het lijkt me niet echt ideaal voor die plant als hij altijd opgegeten wordt door de rupsen, toch? Nee, zeker niet. De plant die vindt het ook eigenlijk helemaal niet fijn om op het menu van de rups te staan. En daar wapent hij zich toch ook tegen. We weten namelijk dat die Passiflora een heleboel gifstoffen aanmaakt om niet opgegeten te worden. En daarnaast, als je goed kijkt naar de bladeren, dan zie je een heleboel kleine stipjes op de bladeren. En die stipjes die moeten dus eigenlijk eitjes van vlinders voorstellen. Dus als er een vlinder langskomt, dan denkt hij eigenlijk dat er al een heleboel eitjes erop zijn gelegd. En dan zal hij er ook voor kiezen om zijn eitjes niet op dat blad te leggen. Maar als die plant gif aanmaakt en die nep-eitjes op het blad heeft, waarom eten die rups van de zebravlinder dat blad dan eigenlijk nog? Ja, dat komt omdat de zebravlinder dus echt gespecialiseerd is op deze plant. Zo hergebruikt hij het gif dus in zijn vleugels. En hij heeft ook heel goed oog voor deze bladeren. Dus hij kan hem eigenlijk wel altijd weer vinden. Omdat zijn rups dus echt heel goed is om het omgaan met deze plant. Dus de zebravlinder die is heel goed in het opeten van deze soort. En andere vlinders die zouden waarschijnlijk doodgaan op dit plantje. Want die kunnen er eigenlijk een stuk minder goed mee omgaan. En als de zebravlinder zijn eitjes zou leggen op een andere plant, dan zouden de rupsen waarschijnlijk ook doodgaan. Omdat die dus niet gespecialiseerd is op die waardplant. Zo zie je dus dat er eigenlijk co-evolutie is opgetreden tussen deze passiflora's en de vlinders. Nou, bedankt voor de uitleg. Ja, leuk dat je er was. Heb jij ook een voorbeeld van co-evolutie of symbiose? Of heb je andere vragen? Laat het weten in de comments en tot de volgende keer.